Het is zo leuk, zo wakker worden. Club Live van Tiesta. Tiesta, zei nu. Tiesto! Ondertussen ben ik hier de ontbijttafel klaar aan het maken. Ja, jullie zagen het, daar staat nog een pakje friet. Die ga ik zelfs weggooien. Daarna, ik ga dus sandwiches met confituur eten. Woe, woe! Samsomworst. Dat kan heerlijk zijn, dat is hespenworst hoor. Mensen, dat is hespenworst. Daarna nog met een heerlijke tasje toffee erbij. Kan altijd smaken zoals morgens vroeg. Ik hoop dat jullie gisteren wel hebben genoten van echt waar. Gewoon een livestream. En niet meer dan achterin. 3, 4, voilà. Daarna mijn tas meenemen naar de tafel toe. En vandaag is het een kleur. Voilà. En weten jullie dat? Allee, ik ga nu ontbijten. Ah nee, ik kan nog niet ontbijten, want mijn sandwiches liggen nog niet op tafel. Oh, Dimi, Dimi, Dimi toch. Want ik juist bijna gaan zitten, liggen mijn sandwiches nog niet op tafel. Dus, boter, confituur, koffie, Samsonworst, melk. En nu serieus aan het regenen. Wow. Nog jaar een kristalfieste. Het loopt met bakken uit de hemel. Leuk hè? Allee, dat zijn we Jongen, een allemaal. kleine inkoop doen. Eén grote fles cola. Ga ik hier nog Peter Oké kopen. En 3 blikjes Red Bull. Voor onderweg. Om een leuke vlog te kunnen maken. Eén, twee en drie. Voilà, ça. En nu terug naar de kast. Zo, we zijn hier bij Camper Vennen aangekomen, bij Centerparks Camper Vennen. We zijn nu nog even aan het wachten op onze achtervolgers. Die hebben 15 minuten vertraging opgelopen, omhoog van die zijn een andere weg ingedoken en daar was blijkbaar alcoholcontrole. Dus daar hebben ze even tijd verloren, maar geen nood, wij wachten op elkander. Ik sta hier nu al op de parking. Tot straks allemaal, yo yo yo. En ik zal zeggen, veel kijkplezier met de zwembadvlog. Voilà. Allee, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo yo. Echoes of your words crashing into me. Drown me in your lies, and there's no way to breathe. And my walls are what keep you down. I am safe without the sound of you around. It's getting colder, and I'm a storm that's taking over. Met de snelste glijbaan.
De andere glijbaan, dat is met banden. Die is een beetje voorsteken. Juppie! Hoi, ik ben nog mee naar boven toe. En hier is al van de banden, achter ons. Daar gaan we zelfs ook vanaf. Het gaat echt heel leuk worden. Dus pak maar iets om te eten en te drinken. We gaan het heel leuk maken. Oeh. Oh, shit. Dat is zo ene met de grond gaat wegvallen. Dat heeft hij nooit gedaan. Ik heb ook nergens de Microsoft, wie dat hier heeft gebouwd. Ah ja, hier. De Franciscus Aqua Arena GmbH, Ein Lutjeweg 8. Lengte is 78 meter, hoogte 11,66 meter, watertype 30, 0,30, bouwjaar 2022. Classified. Classified Classic. Zwart. En het is ook met een looping, hè mensen. Jullie zien het daar. Het is met een looping. Dat gaat echt heel leuk zijn. De Aqua Racer mochten we onze camera niet meenemen. Maar ik kan wel even een beoordeling achterlaten. Het is een heftige waterbaantje. Wow. Zeker op het einde als je echt je splash terugkrijgt naar u toe. Dat is echt geweldig gemaakt. Looping heb ik perfect gehaald hier bij de Aqua Racer. Bij Center Parks Kempervennen. Met de rug. En nu zijn wij aan het wachten op onze volgende waterglijbaan. Ja, het is hier even ook wat aanschuiven. Kijk maar mensen, het is wat aanschuiven. Ja. Dan gaan wij eens de Aqua. Nee, het is de Aqua Loop dat we niet mochten filmen. De Aqua Loop. Nu gaan we de Aqua Racer doen, dat zijn met die banden. Dus dat is een kleine rechtzetting. Dus dat zijn zo van die achtvormige banden wat jullie nu juist hebben gezien. En dat gaan we nu ook eens uitproberen. Ik zal zeggen, veel. Dat weet ik niet. We zijn hier dus bij de Aqua Racer aangekomen. Dus, en hier is ook dus wachten met een stoplicht. Stoplicht die rood, groen staat. Ik kan u ook zo meteen de uitleg geven van de bouwer. Dus even kijken wat de bouwer is. De bouwer is Aqua Arena GmbH Wereld. En de lengte is 95 meter, hoogte 8,91 meter, watertype 0,35 meter, bouwjaar 2022. En dit gaan we lekker filmen. Ik hoop dat jullie van de beelden hebben genoten. Nee. Ik weet het niet. Ik weet dat ook niet, als dat in een tunnel gaat. Ik ga kijken. Ik heb er ook water aan doen. Oh, fuck.
Zie je als mijn zwembroek niet afvalt. Dus we gaan een trage en een hele trage. Hier is even wat file. Lali lali la 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 la. Dat is het raar dat ik ga. Even wachten. En let's go. Hola. Hola. Oké, hier is dus een opschopping van dat er naar binnen te geraken. Wow. Even rechtdoor. Niet zo hard. Nee. Dat is ook de eerste keer dat we moeten aanschuiven voor binnen te geraken. Oh, echt mannetjes. Dit moet toch wel beter gemaakt worden. Ja, het is een klein stukje glijbaan. Je kunt niet meer terug, hè, Evelien? Dit is hoe lang dat we hier al staan aan te schuiven voor de glijbaan te kunnen doen. Ik ben ook nog een laatste wacht erbij. Ja, dan gaat iemand een uit de chicken extra nemen. Nee, nee. En dan in de bus. Ook aan een klein zusje. Ja. En geleden maar. Ik heb dus op mijn kapeljauw wachten. Als er nog komt. Even kijken. Ja. Nee. Maar die vielen me. Vielen. Ik kan het uit mijn kloon krijgen. Dat is maar een bus van een meter of twee. En dan gaat hier de Wildwaterbaan terug verder. Het is toch een hele avontuur hoor, die Wildwaterbaan. Ja, ik heb dat nooit meegemaakt. Een watermaat met vielen. Toen was het daar verkeerd slecht te zetten. Allee, dit is wel even een pomper op de zwemvlogvreugde. Ik mag dus niet met dit hier filmen. Dat is erg, jammer genoeg. En ik moet ook heerlijk dicht bij mij filmen. Maar ik mag wel de omgeving laten zien, zoals hier, heel schone plantjes. Oké. Dan ga ik nog eens kijken naar een waterbaantje. Gaat jij ook liggen? Dat is lekker warm hoor. Nee? Oké. Allee, tot straks allemaal.
koud, oké. Wauw, wat een uitzicht hier. Oeh, ik was nog aan het filmen mensen. En ik zei, oh, wat een mooie uitzicht. Wacht erop, hoe licht mensen? Veel schoonlichtjes. Wauw. Het is echt heel schoon. We gaan wat tegen richting precies. Hier is weer al donker. Wauw. En hier zijn we. Ik weet niet of ik hier nog veel beelden kan maken van waterglijbaan, want daar een verbod van GoPro, daar een verbod van GoPro, daar een verbod van GoPro. What the fuck? En ze zijn hier aan het eten. Dat was een chicken nugget. Maar oh wee, van wie? Haha. Nee, dus ik ga kijken wat ik nog allemaal kan filmen en dat doe ik dan ook nog. Maar ik vind het wel eigenlijk jammer tegenover andere centerparksen. Daar doen ze totaal geen moeilijkheden over. Over dat je aan het filmen bent, over ja, op de GoPro toestanden. Ach ja. Dat pakken we toch bij, hè. Volgende keer weer een ander zwemparadijs om te reviewen. Maar zijn wel niet meer zo echt denderend. Moet ik wel hier alles vervangen. Hopelijk zijn jullie aan het genieten. Gezien hier. Ik ga richting binnenin, want ik vind. Ik moet het wel niet. Oh, dat staat het allemaal. Jojo. Ja, hier zitten we dus boven water, maar ook gedeelte onder water. Je ziet dat het zo mooi. Ik denk dat ziet je dus de mensen zwemmen. Maar wel een kaljuko van een vis. Schoon. Ja, het zijn nog klein visjes. Middelmatige vissen, schone vissen. Een last, wacht daar, een drieband moonvis, een markiezinnetje, keelstaart, zeelvinderdoktervis, een juweel kardinaalbaars, Picasso doktervis en een pyjama kardinaalbaars. Oké, voilà, nu hebben jullie de namen ook eens. Dat bedoel ik ook dus. Dus dat het helemaal niet mag. Nu staat zo'n teken. Oh ja. Shit happens, hè. En dus juist
hetzelfde model wat ik nu in mijn handen vast heb. Zo, we zijn hier nu aan het vertrekken in Centerparks Kempervennen. Hoe vond ik de Centerparks Aquamondo? Redelijk. De glijbanen en die blauwe glijbanen, dat waren machtige glijbanen. Jullie hebben maar één glijbaan gezien, de Super Loop, mocht ik, of de Aqua Loop, mocht ik dus niet filmen, jammer genoeg. Vind ik wel een klein beetje jammer. Want dat waren echt heel mooie beelden anders. Zeg. Want je maakt ook eigenlijk met een waterglijbaan een looping. En dat wou ik echt filmen. Maar jammer genoeg mocht dat niet. Op heel veel glijbanen zag je het ook hier in mijn filmpjes al voorbij komen. Mocht je uw GoPro dus niet meenemen op de glijbanen. Ik heb mij het nu dus bevraagd. Waarom niet? Het is niet door Centerpark zelf opgelegd. Nee. Het is opgelegd door de Nederlandse overheid. De Nederlandse overheid van veiligheid. Zelfs toen ik ook had die blauwe waterglijbaan met die looping. Ik had een duikbril aan, moest ik hem afzetten. Dan denk ik van mijn eigen van, ik kon toch niet met mijn kop tegen die dingen. Ik kan die toch niet verliezen. Ik kon die ook rond mijn arm doen, mocht ook niet. Zelfs mocht je daar niet met horloges in gaan. Dan vind ik het zo raar, ik heb toch zo een bandje aan. Voor je kaskus te unlocken en te lokken. En met zoiets mocht je dan wel met de waterglijbaan afgaan. Dat vond ik wel even een raar geval. Maar voor de rest is Aquamondo echt een leuk paradijs hier, zo in een campervennen. Het was dus nu iets anders dan Hengeloef of Vossenmeer of Erpenrijden. Allee, salutjes. Zo, dan weten jullie ook omdat er geen vlog was vandaag. Dus ik heb gisteren 6 uur zitten te livestreamen. Dus ik heb geen vlog opgenomen in die tijd. Dus jammer genoeg moeten jullie met deze beelden doen met de zwemvlog. Jee. Normaal gezien gaat er nog wel nog een vlog zijn. Nu moeten we op die voetpad daar eindigen. En dan zijn we heel dicht bij de auto al. Yes, en dan terug richting België. België. Oh, daar staan de meeste auto's. We staan op zo'n parking waar praktisch niemand staat. Dan dacht ik zo van, oeh, dat gaat hier plezant zijn. Zo weinig volk. Tegen mijn jappel aan. Je moet echt door de week komen en ze zijn hier met eikels aan het gooien. Dennenappels. Ah, dennenappels. Oké, merci voor de rechtzetting. Dennenappels. Staan we zo eentje tegen mijn savade aan. Tegen mijn gezicht. Ze kunnen niet mikken. Ze kunnen niet mikken. Ze kunnen niet mikken. Zag hem niet uit. En het tutter, ja. Ik heb met een tut gekut. Ja. Allee. Hier zijn we heel dicht bij de uitgang. Joepie. Allee mensen, ik zie jullie trouwens terug als ik terug veilig en wel in België ben aangekomen. Allee. Joe. Dag vogeltje. Je staat ook nog lekker op beeld. Allee, tot straks allemaal. Joe. En weer al mis. Een dennenappel mis gegooid. Ze kunnen niet raak gooien. Wat zeg je? Ze kunnen wel raak gooien. Zelfs heb ik nog een gat in mijn kop. Tegen mijn schouder. Tegen mijn schouder. Nee, mijn schouder. Allee, ik heb een keer gezegd dat ik kan gooien, hoor. Ik durf het niet meer te zeggen. Allee, onze boeleken heeft toch ook nog kampioen gekregen. Mooie plaat.
Allee mensen, ik zie jullie allemaal straks terug. Yo, 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 yo. Zo mensen, ik ben verder en wel terug thuis aangekomen. Jawel. Ik ga sowieso al één ding zeggen van over zwemvlogs. De kans is heel groot dat ik niet meer in Nederland ga filmen. Nee, van zwembaden. Want die controle is daar wel veel te streng. Zoals hier in België. Alleen met een harnas. Ik doe het al redelijk lang. En dan mag je daar niet met een harnas van een waterglijbaan afgaan. Ik vraag me af hoe de andere YouTubers dat allemaal regelen. Voor zoals te mogen filmen in zo'n waterglijbaan. Ik weet het niet. Maar mensen, ik wou jullie gewoon laten weten dat ik veilig en wel terug thuis ben aangekomen. Ook mijn lieve schatje is veilig en wel hier bij mijn thuis aangekomen. Dus dat is top. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En dag 1 van Ongevallenvrij is een feit. Nu nog 364 dagen te gaan. En dan is er een giveaway, hè. Dan is er een giveaway. En weet je wat ik ook nog eigenlijk nog grappig vind, mensen? Ik ben gaan zwemmen. Ja, anders hebben jullie geen zwemvlog gehad. Voordat ik ging zwemmen, heb ik ook nog een broodje gekocht bij de Panos. Goed en wel. Leuk. Ik heb goed gegeten. Ik heb maar een half broodje opgegeten. Nu komt het. Deze heb ik niet gebruikt en deze heb ik niet gebruikt. Die twee heb ik wel. Nee, deze heb ik alleen maar gebruikt. Deze hier, ja. Dus wat het geweldige van al is. Ik heb een broodje gekocht. En nu is hem gaan vliegen. Moet je zelfs vragen aan mijn vriendin. Het is de waarheid. Mijn broodje is gaan vliegen. En ik weet dus niet naar waar. Ah, nu had ik er juist zoveel roestingen. Ah. Ik ben hier nu alles aan het uitstallen. Voor het terug te kunnen drogen. Jee, mijn appartementje wordt een handdoekparadijs. Een handdoekparadijs, hè mensen? Een handdoekparadijs. Voilà, ça. Voilà, nu hebben jullie allemaal lichten genoeg. Oei. Hier zie ik maar 3 lampjes branden. Dat kan toch weer al niet, hè. Oh, dat is die van achter mij. Zelfs gaat die flikkeren. Nee. Nee. Joink, de lucht in. Van losdraaien. En eens even kijken wat er aan de hand is. Ik zie hier toch niks doorgebrand. Aan de onderkant kijken, met die ledjes. Ik zie nergens geen zwart. Dus ik vind dat vreemd. Ik vind dat vreemd dat deze niet wilt gaan. Nee, hij wil niet aangaan. Dat is heel raar. We gaan het toch eens met een ander proberen. Deze, dat is een tester. Dat is een tester. Daarin. Zo.
zo rap kapot gegaan. Damn you. Ja, dan moet ik die maar de tester er even maar in laten steken. Dan gaan we binnenkort opnieuw eens weer al naar de Action gaan voor weer al een nieuwe lamp gaan te kopen. Hell yeah. Leuk is iets anders er. Maar nu het er niet nog op krijgen. Wacht eens even eens kijken. Hè. Kan ik dat zo doen? Ja, dan heb ik meer licht ook naar mijn computer toe. Even kijken. Hè. Zo niet. Hoe ver kan ik die draaien? Zo, ja. En deze gaan we gewoon naar de tafel draaien. Voilà. Dus die lichten, die staan op mijn bureaustoel gericht. Deze lichten staan nu op mijn bureaustoel gericht. Dus top. Waarom sta je op de lamp op de stoel? Ik heb juist een lamp vervangen. Weer al? Blijkbaar, ja, want dit is, waar ik er nu in zit, is de tester. En die is, ik weet niet wat er is aangekomen. Want die heb ik pas nog nieuw, hè. De moederplaat of zo kapot, ik weet het niet. Dat kunnen. Ja. Maar mensen, ik ga jullie nu laten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. Klik ook op het belletje. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. En voor de rest zeg ik als altijd... Yo, 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 yo.